Ja, ik ben er klaar voor. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Giergasten. Ik ben Martijn. En ik ben Niels. En vandaag gaan wij Joost gratis laten meedoen aan een bodybuild wedstrijd. Waarom? Omdat hij zichzelf iets te dik vindt. Vind je jezelf knap? Goeie vraag. Soms vind ik dat ik er goed uitzie. Maar ik heb ook regelmatig dat ik denk, Jezus, er mag wel een paar kilo af. We hebben dit Joost al een keer voorgesteld. Joost heeft het helaas afgewezen. Maar lieve Joost, zo makkelijk kom je niet vanaf. Wij gaan vandaag zorgen dat jij op het podium komt met de fitste mannen van Nederland. Hier, ik heb hier een bodybuild wedstrijd gevonden, die is aankomende zaterdag al. Het is nu donderdag. Dat is wel krap, want dan hebben we nog 2 dagen. We hebben nog 2 dagen, we moeten Joost daar naartoe zien te krijgen. Maar daarvoor hebben we wel een perfect plan bedacht. Dit is Brit. Zij is onze social media manager en zit in het complot. Zij gaat Joost benaderen om de nieuwe summer vlogger te worden van GoGo Jongerenreizen. Ik heb nu in de e-mail de vraag gesteld of hij de GoGo summer vlogger 2017 wil worden. Hij komt langs alle toffe vakantiebestemmingen, Mallorca, Albufeira, Gezonisos. Helemaal iets voor Joost. Ja, wat is de fee? Ja, laten we gewoon 12.000 euro zeggen. Laten we gewoon lekker warm maken, toch? Hij moet wel echt toehappen. Nou, ik ga Brit even bellen dat ze Joost het goede nieuws kan gaan vertellen. Hé hey Brit, ben Martijn. Jij kan Joost bellen. Echt? Oké, leuk, heel leuk. Vind ik echt heel leuk. Ja, oké, vet. Doei doei. Mijn nieuwe klus? Nieuw sponsordeal? Nou, dat is heel apart. Ja, heel vet. GoGo die gaat een hele zomertour doen. Ja. Langs alle strandvakanties met alle feesten, et cetera. Ja. Nee. Ja, heel vet. Mogen wij doen? Nou, de vraag was of ik het alleen mocht doen. Oh, echt? Jij? Ze vroegen naar mij. Die zag ik dus ook niet aankomen. Hè? Ja, hè? Huh? Dat dacht ik maar zo. Maar op ons kanaal? Nee. Nou, fucking vet houden. Ja, toch? Ja, dat vind ik ook wel. Gefeliciteerd. Ik zag ook niet aankomen. Ik zag die absoluut niet aankomen, maar... Nee. Joost de vlogger! Oké. Oké, het goede is, hij gelooft het. Ja. Het kut is, hij is hier zo blij mee. Hij is hier te blij mee. Hij is hier te blij mee. Dit was ik helemaal niet zo voorzien. Dit is echt lullig. Ja, maar het ding is... Kijk, hij gelooft nu dat zaterdag die shoot is. Maar als hij bij die bodybuildwedstrijd aankomt, is hij natuurlijk veel te wit voor ja, de wedstrijd. Zij moet eigenlijk onder een spreten. Hij moet onder een spreten. Dus we moeten hem nu gaan lokken naar een spreten. Ja, dus als Brit hem bijvoorbeeld belt, oké, voor die foto's moet je er brein uitzien. Ja? Belt Joost van, we moeten eventjes zorgen dat je onder een spreten gaat, want je moet er zomers uitzien. Ja. Dan gaan wij contact opnemen met de spreten, zodat ja, hij de hoogste dosis krijgt. Ja, echt de zwaarste stand moet hij hebben. Ja, maar hoe gaan we dat filmen? Hij gaat dat gewoon, dat is zijn eerste vlog. Dat is zijn eerste vlog. Geniaal. Hij moet ook echt even een goede tekst hebben voor zijn eerste vlog. Die hij absoluut moet zeggen in die vlog. Hè? Dat is een vereiste. Wij hebben Joost nu gewoon hier zo. Wij kunnen nu gewoon precies uittekenen wat wij willen dat Joost gaat doen. Hij moet afsluiten met... Let's go go! Ja. Oh, arme Joost. Hey Joost. Hi. Waar ik jou heel veel voor bel is voor het volgende. GoGo Tours wil graag dat je een zomers kleurtje hebt. Dus die hebben vanmiddag een spraytent voor jou geregeld om 5 uur. Bij het Olympiaplein. Voor die shoot voor morgen. Ja, vanmiddag al. Oké, super. Zal ik doen. No thanks. Doei. Oké, jongens. Het is nu 10 uur 's avonds. Ik heb zojuist de vlog van Joost binnengekregen. En staat die gewoon op mijn laptop. Dus laten we er even met z'n allen naar kijken. Hoi, ik ben Joost en deze zomer ben ik jullie vakantievlogger voor GoGo. Hoe vet is dat? Nou, dat betekent dus dat jij en ik naar de allervetste vakantiebestemming gaan en die helemaal op zijn kop gaan zetten. Ik ben nog een beetje wit. Want ik heb morgen namelijk een fotoshoot en dan moet ik een beetje zomers eruit zien. Dus ik ga eerst even spray-tennisje pakken. Ik zou zeggen, ga even lekker met me mee. Vind ik hartstikke leuk. Andere dingetje is dat ik zo meteen deze kleren gewoon weg kan gooien, want... Ik had dus oude kleren mee moeten nemen, anders strikte mijn kleren. Super zonde, maar ja, fuck it. Ik heb toch zomerkleren nodig voor de vlog. Dus helemaal klaar voor. In de spraytent voor het allereerst in mijn leven. Tot het onderbroekje naakt. Ik zou zeggen, let's go go. Daar was hij, let's go go. Ik hoorde hem. Ja, dit is wel echt een lekker vakantiekleurtje. Dankjewel ervoor.
zojuist net klaar met de sprayten, aangekleed en wel. Het kleurtje zit er goed op. Ik wil er hartstikke voor bedanken. Heel graag gedaan. Ja, dan ging je zo weer in. Ja, goed zo. Geniet yes, van. Dankjewel. Veel plezier. Doei, doei. Doei, Joost. Nou, volgens mij is Joost er helemaal klaar voor. Wij zijn er ook klaar voor. We gaan morgen naar de bodybuild wedstrijd. En ik wens je heel veel succes, Joost. Nou, lieve kijkers, dit is zaterdagochtend. Het is beheerlijk vroeg. We zijn onderweg naar de bodybuildwedstrijd van Joost. En die arme Joost, die denkt gewoon dat wij opnames voor iets anders hebben. Waardoor wij de auto mochten pakken en hij nu gewoon 3 uur in de fucking trein moet zitten naar Veldhoven. Ja, Joost belde mij gisteravond de paniek op. Yo, mag ik alsjeblieft de auto lenen? Ik moet morgen om 10 uur aan de andere kant van Nederland zijn. Kan ik alsjeblieft de auto lenen? Nee, sorry Joost, we hebben opnames. Het gaat echt even voor me, sorry. Roosje had gewoon een voetbalwedstrijd vandaag en die heeft hij ook moeten afzeggen. Dus Joost zit nu, als het goed is, bij de ingang te wachten op zijn contactpersoon. Dat zijn wij. Waar is die dan? Dit is zijn jas. Oké, we wachten. Ik kom nu hier. Dit is Joost's jas. Hey Joost. Ik weet het. Ik mag gaan proberen of ik met een bodybuildwedstrijd mee mag doen. Ik had het vanaf seconde 1 door. Vieze, vuile teringleiers. Nu mis ik mijn voetbalwedstrijd. Maar jij bent bruin, jongen. Je ziet er echt goed uit, man. Ik wilde net mijn haar genoemd. Voor de fotoshoot. Je mag zo meteen shinen met de bodybuilders van Nederland. Alleen we hebben één probleem. We konden je dus niet echt inschrijven. Dus je moet het podium op sneaken. Jullie hebben echt geen idee hoe fucking veel ik jullie in haar vies vuile teringlijst. Ik dacht echt even dat ik 12.000 in ging koppen. Het zielige is ook gewoon echt dat ik dacht van, oh ja, het is een zomershoot. Kort boekje mee. Een t-shirtje mee. Een zonnebrilletje mee. Fuck you man, echt. Hey, kijk, als jij... Ja, als jij bodybuilder gaat zijn, dan moet je wel deze aan. Fuck you! Zit die? Ik moet dit zo snel mogelijk gaan doen. Ik heb een tactiek bepaald. Ik denk, als die hele stoep door gaat lopen, dan spring ik daar via het randje spring ik mee. Ik doe mijn schoenen even wat losser, zodat ik er gelijk op kan sprinten. Dankjewel, man. Ja, shirtje uit. Ja, ik ben er klaar voor. Ik ga het doen. Dit is een klasse D-niveau. Plus 40. Zijn ze allen over de 50. Dit zijn de D-masters. Ik heb hier 4 namen op mijn lijstje staan en ik zie 5. Mannen, ik ga even vragen wat er aan de hand is. Ik denk dat de laatste man een grapje aan het uithalen is. Maar ik vraag je toch eventjes backstage te gaan wachten, want ik zie, je lijkt ook geen 50 plus. En Fuck you very much. We zijn een week verder, je hebt weer een normale huid. Ja. Maar we hebben wel even een geweldige herinnering uitgeprint voor jou hier op de foto. Aan de desbetreffende middag. Ik zou zeggen, hang hem boven je bed en dan heb je een continue stroom aan motivatie om af te vallen. Ja, dit gaat zeker een leuk plekje krijgen ergens in mijn huis. Af te trekken. Hè? Al die hete boys over je bed. Supergeil. Als je dat zo leuk vindt, mag je hem ook hebben hoor. Veel plezier. Vond je het nou een leuke video en vond je de prank goed gelukt? Doe zeker een duimpje omhoog en liever ook een comment. Mm-hmm. Ja, en volgende week zijn we gewoon weer terug met een nieuwe aflevering. Like ons ook op social media. Zoals jullie weten hebben we ook een website www.gierigasten.nl. En we hebben geweldige merchandise die je kan kopen. Voor tijdens de kerstperiode altijd leuk, toch? Ik zeg doen. Ik zeg komen 2. Later. Later.